nog wel even de bibben van bij elkaar moeten houden. Maar ik denk niet dat Blair de inhoud heeft die goed is om aan de superschapen van Gennep te kunnen komen. Wat een mooie woorden. Ik ben er bijna stil van. Goed, Body Blair dus. En wat een deceptie moet dit toch betekenen voor Karin Kania. Ongelooflijk. Ze zou zoveel gouden medailles winnen in Calgary. Dat stond voor iedereen vast. Het eindresultaat is tot op heden geen goud voor Kania. Blair was overigens de eerste die de Oost-Duitse dromen een beetje verstoorde. Met haar gouden plak op de 500 meter. Toen kwam Van Gennep. En toen kwam Van Gennep weer. Blair dus nu. Ho. Ja, zo ga je het natuurlijk ook op het eerste stukje niet in orde brengen. Onbegrijpelijke misslag van de Amerikaanse op dat rechte stuk. Eens kijken of dat vertaald wordt in tijd ook. 26,38. Dat is niettemin een super opening. Verschrikkelijk snel, ondanks die misslag. Ja, Blair gaat natuurlijk alles of niks spelen. Dat is ook het beste wat ze kan doen. Maar die opening was goed. Zonder meer goed. Een halve seconde sneller dan Van Gennep. Maar die ging tot en met de finishstreep goed door. En wat kan Blair? 56,86. Nog altijd sneller. Bijna 13e seconde dan Yvonne Van Gennep. Het verschil is al geringer geworden. Geen tegenstand voor Blair. We hebben het nu geloof ik al doorgegeven. De Oostenrijkse Nemeth heeft zich kort voor de start teruggetrokken. En we gaan met Blair naar de bel. De 1100 meter, daar waar Yvonne 1,28,39 scoorde. En dat haalt ze niet, Amerikaanse. Kijk maar, daar is het verval al. 1,29,65. Nee hoor, het is in de knip. Het is absoluut in de knip. Van Gennep wint hier haar tweede gouden plak. Kijk maar eens, kost moeite. Het kost moeite aan Blair op die 1500 meter. Ja, het zijn toch 3500 meters. En dat is natuurlijk heel wat anders om dat vol te houden. De derde tijd is momenteel die van Erik. 2:01:49. En ook dat haalt ze niet. Blair buiten de prijzen op de 1500 meter. Dat is duidelijk. Hier staat de tijd. 2:04:02. En daarmee is aan alle onzekerheid een einde gekomen, want van de rest van het deelnemersveld kan absoluut niet verwacht worden dat er ook maar iemand tussen zit die zelfs een bedreiging voor Van Gennep zou kunnen vormen. Laat staan dat die tijd verbeterd zou kunnen worden. Ik geloof er niks van. Blair rijdt met deze tijd voorlopig naar een vierde positie in het tussenklassement. Van Gennep 1, Kania 2, Erik 3, Blair 4, La Puga 5 en Marieke Stam voorlopig op een negende plaats.